filmpje met bagage opdropt, nee, of dropt. En ik had ook nog een apart pakketje bij me, dus die moest ik eventjes apart afleveren. En nu door de scan en door de douane. Snel gegaan, het is nu 2:30 kwam ik aan. Het zal nu ongeveer 2:15 zijn, want het verhuur is heel dichtbij. En op weg, ik ben even kijken of ik waar ik naartoe ga. Ik heb een afspraak vanmiddag, maar ik ben zo vroeg dat ik misschien beter eerst even kan gaan eten. En dan daarna naar de eerste kweker al. Dat gebeurt niet vaak, dat we in één keer door, of dat ik in één keer doorga naar de kweker, maar er is daar iets aparts geoogst en dat wil ik toch wel heel graag als eerste bij zijn. Eerst eten, want ik heb honger als een paard. Eerste kooi van het seizoen 2018-2019. Een schitterende kwakoe. Vrouw. Heel mooi patroon. 42 centimeter ongeveer. Ik heb nog niet gemeten, maar zo zou het ongeveer zijn. En een echt heel goed net uit de mutpont. Ik zag deze en ik wist meteen dat ik dat ze mee naar huis zou gaan. En vorig jaar heb ik wel hele mooie Deutsche Showa hier kunnen kopen, maar de Kohaku's waren eigenlijk al weg. En nu heb ik er. Wat een plaatje, moet je kijken. Nu naar huis. Of naar huis. Ik ben net aangekomen.
Nee, richting Nieuw-Nieuw-Otani, dus naar Siege, naar de Marucci Koi Farm, waar ik, als er geen mensen met de groep zijn, dan kan ik daar slapen. Ik doe dat natuurlijk niet als we met de groep zijn, dan vind ik het veel gezelliger om met z'n allen in het hotel te zijn. Dus dan gaan we naar het Nieuw-Otani, maar ik ga nu naar het Nieuw-Nieuw-Otani. En het is natuurlijk altijd wel leuk om de Marucci familie weer gedag te zeggen. Het is toch altijd de eerste, dus in het, de eerste keer in het najaar, dan hebben we elkaar, ja, zie en ik wel wat vaker, maar de familie heb ik dan het laatst in dit keer was het maart gezien. Het is altijd weer leuk om, om elkaar te ontmoeten. Toch altijd weer een vreemd idee dat je voor je gevoel 's ochtends nog op Schiphol staat of bij de bakker. En dat je dan aan het einde van de dag, weliswaar een hele lange dag, maar aan het einde van de dag in het Yamakoshi gebied rondrijdt. Je eerste kooi hebt gekocht en zo direct op het mooiste uitzichtpunt van het Yamakoshi gebied staat fotograferen. Dat... De bakken zijn verdeeld, dat is nieuw. En er zijn een aantal mooie Asagi zitten erbij. Moet je kijken hier. Ik denk dat dit is Sansai, dus het is 3 jaar. Maar het zijn echt grote vissen. Ze zijn net geoogst, dus ik wil het lucht er nog niet afhalen. Eventjes geduld. Nou, dan gaan we morgen wel vissen. Op weg, eindelijk. Wat eten. Ik zeg eerder in het filmpje nu eerst wat eten en dan zie je eigenlijk het volgende shot dat ik naar de kweker rijd. Dus ik ben kon eigenlijk niet wachten. Ik had niet rustig kunnen zitten. Ik wilde toch heel graag die kooi selecteren. Dus nog niks gegeten. Vanochtend een vliegtuigmaaltijd en dat dus. Dus nu op weg naar de sushi bar. Zoveel trekking. Het is 6:55. Ze gaan volgens mij om 9:00 dicht. Dus dat gaat lukken. Eerst nog even pinnen bij de 7-Eleven. Die zijn gewoon dus dag en nacht open. Alle dagen in het jaar. En je kan er altijd pinnen. Dus dat ga ik doen. En dan sushi. Er zijn mensen, dat is altijd leuk. Maar Niels is er ook. Verloting, de originele 2019 Marucci Koi Farm kalender met de vissen die kampioen zijn geworden of een grote prijs hebben gewonnen. En kijk eens, ook Gerbensens Gromo staat erop. Wil je deze kalender winnen? Zet dan eventjes bij de comments bij YouTube eventjes Koi kalender, iets met koi. En dan gaan we hem onder de mensen die dat gedaan hebben verloten.